slash van Marina en Maya. Wij gaan even uitleggen wat het verschil is tussen racisme en discriminatie. Oh ja, kijk, racisme is... Know the name. Hoi, nou leuk jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog. Jullie gaan in deze vlog zien dat Maya blijft logeren, dat Emma blijft logeren en dat Kroatië hopelijk kampioen wordt. Dus ja, veel plezier met kijken. We slapen buiten, we slapen... Kijk, we slapen buiten en hier is Luca. Luca die slaapt en denkt, Luca. Luca Modric. Nee, grap, hier is Luca. Ik moet niet zo. Wacht even hoor. Ja! Ja! Ze zijn hier feestjes aan het bouwen en ze zijn hier liedjes aan het draaien. Seks met die kale. Hier, ik weet niet of het hoort. Deel jullie de super... Vloggen, daar is mama. Hi. Hoi. Hi. Zien jullie er? Denk het niet. Wow. Ik denk dat je te kijken omdat je... Eentjes! Sky! Sky! Sky is boven. Waar kijk jij naar? Waar kijkt hij naar? Mama, heb je hem vast? Nee. Wat doet hij dan? Oh, ze kijkt door de raam heen weer terug naar binnen. Mama! Ja? Net, toen zat er zo'n kever op mijn hand en die... Het was heel raar beest, want hij ging met haakjes ging die in mijn hand. Want hij liet niet los, dus ik trok hem zo van mijn hand en toen gooide ik hem op de grond. Toen ging mij hem doodstampen en toen hoorde hij splash. Echt zielig. Maar mensen, jullie krijgen wijze les van Marina. Weten jullie wat het verschil is? Weet je dan, harde stukjes die naar beneden vallen is vleermuis. Maar meen je dat? Ja, serieus waar, die zijn zo groot als een muizenkeut. Godverdamme! Doen we die uit. Maar man! Hier is dat wel verstandig over een uurtje. Oké. Hoe moet dat? Dan kom je maar wel naar beneden. Weet je toch? Ik maak je wel wakker. Ja, doei! Oké, mensen, wijsles. Het is echt tof om te zien hoor, nee, Maya. Ja? Echt tof om te zien als die vleermuizen gaan vliegen. Ja, en poepen. Die komen toch niet zo laag. Maar je moet niet op de stoelrand gaan staan. Weet je nog toen met mij en Ant? Ja. Zo. In het zwembad. Jezus. Ik wilde water drinken uit het zwembad. Slesje van Marina en Maya. Wij gaan even uitleggen wat het verschil is tussen racisme en discriminatie. Oh ja, kijk. Racisme is dus zeg maar... mijn telefoon. Dat is zeg maar als je discrimineert met een ras. Ja. Dus zeg maar een ras en daar bedoelen ze zeg maar cultuur mee. Dus Surinaams, Nederlands... Turks, Marokkaans, alles. Gewoon alles, zeg maar. Ja, en jij bent een Surinamer en nu racisme ik jou. Als je zeg maar iets zegt over mijn cultuur, dan heb je het over racisme. En bij discriminatie... Nee, dat ga ik uitleggen. Ja, zeg dan. Bij discriminatie maak je, zeg je iets, zeg maar, beledig je iemand door uiterlijk. Dus bijvoorbeeld, jij bent dik of jij bent lelijk. Ja. Dus dat dan weet is het verschil dus tussen weet... discriminatie. Ja, ik wist het ook niet. Racisme. En toen moest ik wist het wel. En toen ging ik dus even goed nadenken. En toen racisme. Maar er staat dus ook als je het opzoekt. Is bij als je racisme opzoekt. En dat komt er bij het woordenboek te staan. Dat de betekenis van racisme. Discriminatie op grond is van iemands ras. Ja. Maar toen ik daarnet zei. Dat het zeg maar racisme over een ras gaat. Moest Marina mij heel hard uitlachen. Ja, omdat ik denk. Ras, Yorkshire Terrier. Ik hoor een alarm. Lekker. What the fuck, er wordt een auto gestolen. Hou de dief! Hé, die jongens blijven... Hier, hij stopt gelijk. Oh, nee. Normaal niet, dat lul je nou. Is dat een brandalarm? Is er rook? Nee, hij is gestopt. Het is geen brandalarm. Ja, weet ik veel. Het is een autoalarm. Wordt onze auto gestolen? Ja. Rex! Mama, Rex wordt gestolen! Ik vind Rex echt een dinosaurus naam. Ja, weet ik. En jullie auto is geen dinosaurus. Je op zich wel, is best groot. Ja, daarom. Dat is gekke dinosaurus. Ik ga heel mooi zingen, oké? Nee. You are my September song. Nee, blijf hier! Stop met zingen. Heb je nu mijn telefoon gepakt, zodat ik niet weg kan? 15. Auw, mijn tiet! En daar! Jammer. Nee, blijf hier. Ik ga niet meer zingen. Ik zweer het. Ik ga niet meer zingen. Vlug. Eten. Neem ook even eten mee voor mij. Nee. Ja? Ga je eigen eten. Deur dicht. Ik doe mijn slot. Nee. Ze weet toch niet wat moet. Kut. Ze heeft hem echt op slot gedaan, jongens. Maar hier is dus... Kijk uit! Ze sloopt hem. Nu is het probleem uit de wereld geholpen waarmee iedereen racisme en discriminatie door elkaar.
Maar ja, je hebt hem gesloopt, ouwe. Wat doe jij? Oh, echt even serieus. Wat zoek je? Eten. Jullie hebben veel te weinig eten. Jullie weten toch dat ik kom? Ja, maar we gaan op vakantie. Ja, dat maakt mij niet uit. Wil je een appeltje? Nee, ik heb al eten gevonden. Wat voor eten? Op bos. Wil je die? Ja. Wil je water? Nee. Maya, kom je nog? Niet me laten schrikken, dat vind ik echt heel eng. Ik vind het eng, jongens. Ik weet niet eens waar ze is, ik zweer het. Ik doe het ook altijd. Dan zijn jullie bang en dan ga je er onder je deken liggen, want dan voel je je heel erg beschermd. Zo, heel veilig. Maar ik bedoel, als het echt zo veilig was, dan is in de oorlog ook wat dekens gebruikt. Dus ja. Kom nou gewoon. Wow. Auw, jee! Koekjes! Ja, lekker! Oké, ik ga even het zonnescherm uit doen. Maar ik weet dus niet hoe dat werkt. Dus Maya, jij moet even zeggen als dat ding naar buiten komt, oké? Ja, sorry. Wat? Oh, hij komt. Huh, wat gebeurt er? Komt hij eruit? Ja. Oh, en hij stopt. En hij komt weer. Oh, ik weet gewoon hoe het werkt. Als ik zo doe, gaat hij terug. Als ik zo doe, gaat hij uit. Nu gaat hij pauze, nu gaat hij weer verder. Als ik zo doe, gaat hij weer terug. Yes, we hebben een dak. En als het dan nu gaat regenen, wordt er dan niet nat? Het gaat niet regenen. Oké, gelukkig maar. Je lijkt... Je moet jou geen scheet laten. Maya liet die scheet door, jongens. En fuck jou, jongen. Jullie probeert zichzelf alleen maar te verdedigen, maar zij heeft het gedaan. Eeuw, ja. Je stinkt. Ja, zeg jij. Ik zie, je moet echt je bek dicht houden. Ik, als ik met mijn hoofd... Beweeg eens je voet. Stop. Ja, nee. Ze gaat uitbijten. Kom. Als je je hand onder de deken beweegt, wordt ze helemaal boos. Ja, het is nu 7:01 en we hebben zelf popcorn gemaakt. Ik ook. Zij heeft popcorn gemaakt in de magnetron, want we zochten eten. En zij zegt, ik ga popcorn maken, maar ik vond dat helemaal geen goed idee. Want ik dacht, oh nee, dat gaat echt fout. Ze stressen hem helemaal. Ja, ik ga alvast mijn telefoon pakken om de 112 te bellen voor de brandweer. Ik stress hem echt helemaal. Maar kijk, het is gewoon nog goed gelukt ook. En we hebben een beetje te grote bak gepakt. Nou ja, omdat de helft niet ging, maar het is wel echt lekker. Ja, het is wel lekker. En dus zij cola en ik heb water. Ik ben weer lekker gezond bezig. En, ik ook. Jij ook. En Luca wil ook graag popcorn. Luca mag er één en daarna mag Luca geen popcorn meer. Oké, hier Luke. Al die mensen spoorsturen. Ja, ga ik ook even doen. Want zoals jullie horen zijn er allemaal feestjes bij ons in de buurt. Echt altijd eigenlijk, heel vaak. Nou ja, gezellig. Dan zouden ze ook allemaal leuke muziek aan draaien, maar oké. Okay. Bye. Hey mensen, nou, sorry dat ik, het is nu zaterdag trouwens. Sorry dat ik nu pas weer ga vloggen. Het is al 8:00 of zo. Maar ik zou even vertellen hoe onze nacht is gegaan. Ik heb vandaag echt niks bijzonders gedaan, maar dan ook echt helemaal niks. Maar ik zou eens even vertellen hoe onze nacht verder nog is gegaan. Want die Maya is naar huis. En zometeen komt Emma logeren. En dan gaan we weer buiten slapen. Echt, ik weet ook niet hoe ik heb met buiten slapen, maar het is gewoon leuk. Want je hebt het een beetje koud, maar ik vind het lekker om koud te hebben. Even de lucht filmen. Ik vind het altijd leuk om koud te hebben of zo, want dan kan je gewoon onder je deken gaan liggen of zo. Maar dat ben ik dan, hè. Maar wat wou ik zeggen? Het was dus 2:00 of zo. Nee, 2:30, ik weet het niet meer. En toen zei Maya, ja, wil je me om 3:30 wakker maken? Want ja, dan heb ik even geslapen. Want ik wil niet slapen, want ik had mijn ogen nog in. Ik had geen zin om ze uit te doen. Dus ik viel gewoon niet in slaap. Ik val niet in slaap met mijn ogen in. Of ik moet zo moe zijn. Ik moet 3 dagen achter elkaar hebben doorgehaald. Dan misschien. Maar ja, weet je. Of gewoon heel even 10 minuutjes. Maar ik kan echt niet een nacht slapen of langer dan 10 minuten. Dat... En helemaal niet met mijn nieuwe ogen. Met mijn nieuwe blauwe. Maar aan mijn bruine ben ik nu 100% gewend. Mijn blauwe nog niet helemaal.
Omdat ik die wat minder vaak in heb, maar die moet ik wel wat vaker in gaan doen, anders ben ik er nooit aan. Maar dat terzijde, dus ik kon niet in slaap komen, of heel erg moeilijk, maar eigenlijk kon ik het niet. Dus nou, het was 4:30, dus ik ging haar wakker maken. Ik was nog wakker, dus ik ging haar wakker maken en toen wou ze dus niet wakker worden. Dus ik zo van, hey Maya, word wakker, bla bla bla. Nou, toen dus niet. Nou, toen uiteindelijk was het 4:15, was ik haar eindelijk wakker. Ik was nog even gestopt door tussendoor, had ik het opgegeven. En toen was ik het weer gaan proberen. Toen werd ze eindelijk wakker. Toen zei ze, ik wil slapen. Dus ik ging maar even mijn ogen uitdoen, weet je wel. En toen wou ik ook wel slapen. Had die chap dus om 5:50 de wekker gezet. Want ja, 5:30 kwam de zon op. Dat wou ze graag zien. Dus ja, nee, tuurlijk. Zet ze om 5:50 de wekker. Waar zij niet wakker van werd. Ik wel. Oh, ik was echt... Oh, ik dacht, hoor, zat dat ding uit. Echt, Maar oké. Nou, toen uiteindelijk had ze hem uitgezet. Hoe weet ik ook niet. In de slaap, denk ik. En nou, toen werden we uiteindelijk wakker rond 10:00. En ik iets eerder. En toen ging ik gewoon een beetje chillen. YouTube kijken en zo. Maar toen zei dus ook, toen viel ik weer slapen. Heb je dat ook weer? Dan word je wakker en dan val je weer slapen. Dan word je weer wakker en dan val je weer slapen. Dan word je weer wakker en dan val je weer slapen. Dan word je weer wakker. Nou, dat dus. Dat heb ik echt vaker. Maar dat vind ik altijd wel lekker. Maar in ieder geval, dat dus. En zo meteen komt Emma logeren. En, ik ben echt moe. Maar vandaag wordt waarschijnlijk ook niet weer veel slapen. Dus, ja. Yeah. Ik heb ook wel heel veel kleren uitgezocht die ik graag mee wil nemen op vakantie. En ja, verduidelijk. Sky die gaat naar tante Pie en Omiels. En voor Luca komt er weer iemand hier in huis. Komt oppassen. Net als eigenlijk alle vorige keren. Die neemt al haar hondje mee. En dat vindt ze heel leuk. Want dan heeft die vrouw een soort van vakantie. En dat hondje en Luca. Indra en Luca kunnen het ook super goed met elkaar vinden. En Geesje, zo heet die vrouw. Dus die is al hier al 2 keer geweest. En nu komt ze dus voor de 3e keer. Ja, ze zijn met z'n vuur aan het afsteken. Ik schrik me altijd helemaal de... Ja. Maar, kijk, wacht, dat is daar ergens. Ja, je kan het denk ik niet zien, hè. Oeh, in 1 keer krijg ik een piep in mijn oor. Zeg ze dat er iemand over je aan het roddelen is. Even, mama, de piep stopt niet. Dan moet je hem naam noemen, maar als hij stopt, is iemand over je aan het roddelen. Wie zijn naam zou ik noemen? Maya. Oh, het stopt. Oh. Daar... Daar. Nou, je kan het niet zien, denk ik. Dat. Schrok me helemaal de tyfus. Al die arme vogels. Nou, daar dus in ieder geval. Ja, gezien. Je hoort gelijk overal honden blaffen. Kijk, vogel. Kijk, want hier heb je zeg maar de sloot. Hoor ik Luca nou? Ja, mama is Luca uitlaten. Nee, ik kan niet. Ik kan hem hier niet horen. Heb je hier de sloot? Wonen daar allemaal mensen, weet je wel? Daar. Nou, top. In ieder geval, ik ga weer even terug naar bed in. Nee, ik ga niet slapen hoor. Maar vannacht wordt waarschijnlijk ook al niet veel slapen. Dus daar heb ik super veel zin in. En Maya heeft dus echt heel erg vervelend geslapen. Want zeg maar, ik had dus haar stoelen uit elkaar getrapt. Want ik lag gelijk op de bank. Zij lag de vorige keer op de bank. Dus nu mocht ik op de bank liggen. Maar ik had dus uit elkaar getrapt. Toen we aan elkaar geschoven. En toen heeft zij ongeveer op 1 stoel geslapen. Omdat zij gewoon echt niet past hier. Maar Emma past hier denk ik wel. En dan zien we wel hoe het gewoon eruit wordt of zo. Maar ja. Sorry. En ik ga eens even lekker liggen. Maar in ieder geval, jullie zien mij zo weer. En oh ja, wat wil ik wel zeggen. Ik heb al allemaal kleren uitgezocht voor de vakantie. Bijna alles. Ik neem niet heel veel mee. Want we gaan 3 dagen reizen. Wordt natuurlijk ook gefilmd. En ja, dat is eigenlijk. En dan gaan we oh ja, en dan komen we nog bij een outlet. Dus met allemaal korting als het goed is. We gaan proberen om daarheen te komen. En dan gaan we daar ook nog lekker shoppen en zo. Dus ja. Hi. Nou, het is nu zondag en Sky die gaat weg. We gaan even langs de koffieshop. Leuk. Ja, natuurlijk. Daar is het voor. Sky gaat naar de koffieshop. Naar het strand. Nee, joh. En ja, nee, Sky gaat ook op vakantie, ja. Sky gaat ook een paar aantal weken op vakantie. Met tante Pietje. En oom Josje. Ja. Kijk hem nog liggen. Oh, hij ligt gewoon lekker. Nou, Sky, hele fijne vakantie, lieve jongen. Ga je missen, hoor. Ja, ik ook. Geniet ervan. En lief zijn, hè, voor de tante en de oom.
Nou, daar gaan ze dan. Nee! Emma is op Luca-jacht. Ik kom nog niet. Nee, Luke, jij gaat pas weer met de kersen, tante Pie. Oké. Okay, toch samen? Ja, dan komen ze samen. Ja, vind ik ook. Kijk, hier is een deur, hè? Nee, is ook. Ja. Oké. Okay. Zo. Ja. Nou, instappen. Alsjeblieft, dankjewel. Doei. 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 Nou, hij gaat zo heel veel miauwen, Pie. Ja. Oké, joe. Doei. Nou. Hey. Dag. Dag, Sky. Doei. Tot snel. Ah, Loek, huilen. Ah, Loekie ook huilen. Ja, huilen. Oh, kijk. Nee, niet huilen. Veel plezier! Doei! Weet je, ga ik de meisje open? Oké. Okay. Ja, ben je al aan het filmen? Ja. Oh shit. Oké. Okay. Nou, ik ben nu met Emma. En Emma is nog blijven logeren. En ik ga morgen op vakantie. Ja, voor jullie vandaag. Maar shit man, hoe doen we dat woensdag met de video? We hebben voor woensdag geen video. Nee, nou, dan komt hij donderdag een keer. Sorry, jij komt donderdag, vind ik dat heel erg. En dan komt de vrijdag ook in, oké, beloofd. En zo. Dan zo, nu ja, je aan het werk. Ja, en dus donderdag en vrijdag. Misschien ook wel zondag of zo. En maandag. Ik hou mijn uploadschema aan. Maar je moeder de hoofd gaat. Maar er komen ook wel wat meer video's tussendoor. Hoor. Wees maar niet bang. Er komt misschien wel elke dag een video, hè man? ik ga het proberen. Ik ga wel echt vaak. Maar dat heb ik jullie bij je beloofd, oké? Joey. En wij hebben vannacht lekker geslapen. Nou, ja. Ik zou het je even vertellen. Ik was heel even gaan slapen s'avonds, omdat ik anders heel erg moe was. Want ik was echt heel moe omdat ik amper had geslapen. En toen was je niet meer wakker geworden. Ja, wel. Nee. Ik had een wekker gezet. Want altijd als ik dan heel even slaap, daarna zit ik weer vol energie, weet je wel. Dat heb ik vast alleen maar. Nee, dat hebben vast wel meer mensen. Dat heb ik dus. Ga erbij zitten. Ja. Ik denk, ze gaat even zitten. Ze zegt, mama, wil je heel even filmen? Ja, ja hoor. En, ja, ga maar verder. En, toen komt, ging ik even slapen. En toen werd ik weer een soort van wakker, maar toen... Wou ik niet wakker? Ja, waarom niet? Jij werd helemaal niet wakker. Jawel, ik werd wel wakker. Een stomme wekker. Ik was zo boos. Nou ja, toen op een gegeven moment kwam ik uiteindelijk een beetje uit, want we gingen tukkies eten. Nou, daarvoor werd ik wakker natuurlijk. En toen op een gegeven moment, toen was het 1 uur, toen gingen we gewoon allebei YouTube kijken en van alles doen. En toen op een gegeven moment was het 2 uur en wij zo, ben je toch wakker? Ja, oké. Okay. Toen was het 2:30. Ik denk, Emma, ben je nog wakker? Emma, ben je nog wakker? Nee dus. Nou, dus ik op een gegeven moment om 3 uur ging ik ook meer slapen. Want ja, maar ik kon niet slapen. Ik was veel te druk. Uiteindelijk ging ik maar liggen en niks doen. Want ja, dan val je vanzelf ooit slapen. Omdat het gewoon zo saai is. Maar ik heb zin in de vakantie. En maar Luca, die gaat niet met ons mee. Ik ga Luca missen. Ja, ik ga jou missen. En Sky, oh, Sky mist ik. Sky is al weg. Ja. Maar gelukkig krijg je een inhaal als ik hem in heb. Dus ja, maar ik ben weer terug op Musical.ly, want ik ging het zo weer een beetje, want ik heb het echt een tijd gedaan. Toen ging ik het echt haten gewoon, omdat ik het gewoon te veel had gedaan, weet je wel. En nu ben ik weer back en vind ik het weer leuk. Ik heb al 3 Musical.ly's opgenomen of zo, of hoeveel? 3. En ik heet Marina Katharina Kovacs, net als op Instagram. Ik ga jullie proberen allemaal terug te volgen, alleen dat wil niet echt lukken, maar ik ga het wel proberen. En ik heb er meer dan 2000 volgers, zag ik. Dus ja, nou heel erg bedankt als je me volgt. En gaan we alsjeblieft even volgen. Het is gewoon Marina Katharina Kovacs, net als Instagram en YouTube. Dus ja, tot dat is alles. Ja, nee, niet Snapchat. Oh. Dus tot donderdag pas. Doei! Oh. Oh shit jongens, ik was een beetje vergeten. Want ze meteen gaat Kroatië voetballen. En ze gaan winnen. Ja, ik hoop het. Ze gaan winnen. Dus, dat zien jullie zo ook nog. Maar ik was het even vergeten, sorry. Dus ja, Kroatië, heel veel succes. Hoe zeg je dat op zijn Kroatisch, man? Wacht bij je vader. Succes. Succes. Ja, Kroatië verloren, jongens. Helaas. Maar ze hebben het wel heel goed gedaan. En ik gun het Frankrijk natuurlijk ook. Dus ja, Frankrijk, gefeliciteerd. Ja. Yeah.
Maar ik ben niet echt blij. Maar Kroatië heeft het wel goed gedaan. De tweede is natuurlijk ook goed. Maar bedoel, als je in de finale staat, wil je natuurlijk wel winnen. Maar de tweede van heel de wereld is ook goed. Zo ver is Kroatië nog nooit gekomen. Dus ja, ik ben wel heel erg trots op ze. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoef nu gelukkig niet iets nog ergens te gaan doen met Seb. Maar ik moet nog wel wat gaan doen voor de halve finale, want die sloot geen team niet door. Dus ja. Ideeën, zet in de reacties. Het moet alleen wel Kroatië kunnen. Kroatië gezien dat heeft laten zien. Nou, ik hoop dat jullie leuk vonden. Abonneer mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog als je blij bent dat Frankrijk heeft gewonnen. En doe ook een duimpje omhoog als je verdrietig bent dat Kroatië heeft verloren. En dan zien we morgen bij de volgende video. Joe!